Heb jij genoten vandaag van die Dirk Kuyt testimonium? Ja, ik heb heel erg genoten. Dat heeft Dirk ook verdiend. Zo'n afscheid. Prachtige carrière gehad. En dat kon je ook wel zien aan wie er allemaal vandaag waren. Ook een vol stadion. Terecht. En toch nog een goaltje meegepakt, gelukkig, op het laatst. Je had er ook nog een aan Sneijder gegeven die je volgens mij ook zelf af had kunnen maken. Ja, nee, maar kijk, ja, dit soort wedstrijden is het is gewoon leuk dat iedereen er is. En het is ook leuk als je dan goals kunt delen, zeg maar. Het was erg mooi om te zien dat er ook heel veel nostalgie was. 4 jaar geleden, toen werden we met Nederland derde op het WK. En heel veel sterren, Sneijder, Van der Vaart, noem ze allemaal maar op. Die stonden allemaal hier op het veld. Was mooi om te zien. Ja, heel leuk. Heel leuk. En als je een beetje goed hebt gekeken, kon je ook zien dat het ook gewoon nog steeds kwaliteit is. Sommigen zijn een dagje ouder. Maar het was gewoon hartstikke leuk, denk ik, vandaag. Voor iedereen. Gerard was er ook. Turkse spelers en ook zijn oud trainer was hier vandaag. Dus het was gewoon echt een fantastisch mooie voetbaldag. Hoe is jouw band met Dirk? Ja, heel goed. Ik heb 1 jaar bij Feyenoord met hem gespeeld. Een jaartje of 8 in Oranje ongeveer. En ook buiten het veld gaan we heel goed om met elkaar. De kinderen ook. Dus we hebben door de jaren heen een heel erg mooie band opgebouwd. Dus Dirk is niet alleen een oud collega, maar ook echt een vriend. En nu, tot slot, want je moet zo snel mogelijk door. Mooi moment was er. Mooi was het nieuws dat je doorgaat bij Feyenoord. Hoe gaat nu jouw voorbereiding eruit zien? Vandaag dus heb je waarschijnlijk de laatste dagen toch een beetje toegewerkt naar nu. En nu, vakantie en daarna? Nu weer vakantie. En dan begin ik een dag of 10 voordat we ons moeten melden. Op 25 juni, dus rond de 15e, begin ik met mijn eigen programma. Dus dan ga ik rustig opbouwen. Dat moet je ook niet overdrijven hoor. Maar dan ga ik rustig opbouwen om gewoon lekker te kunnen beginnen. En mooie reacties gehad op het nieuws dat je doorging? Ja, erg leuk. Dat vind ik erg leuk. Ik hoop dat het wat wordt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, dus ik beloof niks. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in.